Er zit zoveel kracht in de ademhaling. Ja. En de ademhaling is ook zo verbonden met emoties. En ik denk juist die combinatie, ja, daar kan je mee werken. Daar kan je gewoon ontzettend veel mee doen. Ja. Dwars door de dingen heen. Je ziet het goed. Dit ben ik, Marlieke. Maar ik vraag mezelf heel vaak af, wie ben ik eigenlijk? En wat wil ik? Op deze vragen vind ik nooit echt een antwoord. Tenminste, niet met mijn hoofd. Hoe kan ik meer luisteren naar mijn gevoel en vertrouwen op mijn intuïtie? In dit programma ga ik op bezoek bij mensen die mij daarbij kunnen helpen. Dit is mijn spirituele zoektocht. Energie. Er wordt veel energie uitgewisseld tussen mensen. Sommige mensen werken ermee, zoals Tanja Kienhuis. Zij gebruikt energie om andere mensen te helpen dichter bij zichzelf te komen. Ze doet dat aan de hand van haptonomie, maar ook healing en reading. Ik ga kijken of zij mij aan de hand van een reading kan helpen bij mijn zoektocht. Ik waag geluk zit hier van binnen. Ja. Weet je, dat je dit kan voelen, dat je hierbij kan. En dat zit niet in de buitenwereld. Hè. Dingen kunnen je vaak wel even gelukkig maken. Hè. Ja. Dat ken ik zelf ook heel goed. Maar ik denk, waar geluk zit hier? Ja. En dat, ik denk dat dat voor iedereen anders kan zijn. Hè, mijn geluk, weet ik, zit ook heel erg in als ik vrijheid kan voelen. Ja. En als ik de dingen in mijn leven kan creëren die mij vrijheid geven, voel ik me heel erg gelukkig. Ja. En dat... En hoe ben jij, want jij komt eigenlijk uit een heel ander vak, je bent heel anders opgeleid. Ja. Kun je ons even meenemen in hoe je eigenlijk vanuit dat werkgebied dit werk bent gaan doen? Ja, inderdaad, een hele andere achtergrond. Ik denk zo'n 20 jaar geleden, toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik met mijn handen, door ze op pijnlijke plekken te leggen van mensen, dat ze dat baat gaf, dat ze dat hielp. Maar, en ook dat ik meer in mijn lijf ging voelen. Als ik bij mensen was, dan... kreeg ik soms spontaan hoofdpijn. Dacht ik, dit is raar, want het is eigenlijk iets wat ik nooit heb. Ja. Of ik voelde fysiek dingen in mijn lichaam. Ja. En in die tijd werkte ik bij een groot levensmiddelenbedrijf. En ik heb een HTS-achtergrond. En daar ontwikkelde ik zeg maar de verpakkingen. Ja. De buitenkant van dingen. Ja, ja, ja. En mijn partner en ik hebben toen besloten om op reis te gaan. We zijn een jaar gaan reizen. En eigenlijk in die periode had ik gewoon geluk dat ik veel mensen tegenkwam die veel deden op energetisch gebied. Ja. En ik had alle tijd van de wereld, want we hadden een enkele reis gekocht. Nou, hoeveel vrijheid. Wow. En dat heeft mij ook heel erg ook het gevoel hè, van hoe groot vrijheid, hè, dat gevoel. Hoe, dat geeft mij heel erg aan. En toen ik dus terugkwam, dacht ik van eigenlijk wil ik niet meer met de buitenkant, met verpakkingen bezig zijn. Maar ik viel met de mens centraal in mijn leven. En ik dacht, ik wil hier iets mee. Weet je, hoe werkt dit? En voor mij iets wat ik heel ongrijpbaar vond. Ja. Hè, zoiets wat je niet kan zien. Er wel is, tussen hemel en aarde. En toen dacht ik, dit gaat over voelen. Dus toen ben ik de haptonomieopleiding gaan doen. Eigenlijk 7 jaar lang heb ik me verdiept ook in allerlei extra modules. Ook veel over adem en emotie. Hoe dat verbonden is met elkaar. En toen ben ik echt gaan kijken van wat zou ik echt leuk vinden. Dus je hebt echt alles opgezegd om op reis te gaan? Alles opgezegd, ja. Want dan ben ik ook vrij, dan hoef ik niks. Maar snap je dat heel veel mensen dat misschien ergens diep van binnen wel willen, maar niet durven om veel te veel mitsen en maren? Wat maakt dat jij dat wel, gewoon jullie dat samen hebben gedaan? Ik ben denk ik wel iemand die heel erg van houdt om groots te leven. Om eruit te halen wat erin zit. Ja. Weet je, dat is echt mijn... Het is wel een van mijn slogans, weet je. Living the biggest life possible. Dat vind ik echt heel gaaf. Maar het gaat niet over rozen. Hè, want dit klinkt misschien heel makkelijk. Ja. Maar het vraagt heel vaak uit je comfortzone te gaan. En dan denk ik ook weer out of your comfortzone into your greatness. Dat denk ik ook. Hè. Als je dat durft... Maar dat is heel veel angsten ook, die ik dan doorga.
En ja, wat zal ik zeggen? Gewoon dwars er doorheen. Ja. En nu? Want wat voor werk doe jij? Want je doet heel veel verschillende dingen. Ja. Kun je kort ons vertellen wat jij doet in je werk? Ja, ik werk zeg maar op individuele basis, coach ik mensen. En dat is vanuit mijn achtergrond als haptotherapeut. Ja. Maar naast de haptonomie heb ik een groep opgeleid tot counselen. Dus het hele counseling stuk. En wat houdt dat in, counseling? Eigenlijk, dat helpt mij ook enorm als je blokkades voelt, om die te voelen. Ja. En te ontladen. Ja. Want vaak, net zoals ik hier zit, dan kan ik dat ook voelen. En denk ik, oh ja, dit is ook spannend. Ja. Nou zou ik hier niet alles ontladen. Ja. Maar dat kan ik voor die tijd doen en dat kan je na die tijd doen. Ja. En, maar door stukjes te ontladen, helpt het je, zeg ik heel vaak, in het hier en nu om weer nieuwe stappen te nemen. Ja. En het er niet bovenop hoeven te doen. Ja, maar kun je een voorbeeld noemen? Hoe ontlaad je dat? Het is eigenlijk een natuurlijk mechanisme. Wat kinderen van nature doen. Ja. Ze huilen. Ja. Maar ik denk, ergens zijn wij het een beetje, hebben het onderdrukt. Ja. Maar als je dat natuurlijke mechanisme weer kan voelen in je hele systeem, dan... Ja. Eigenlijk zonder oordeel gewoon voelen. Voelen. En door je lichaam laten gaan. En het helpt als je dat met z'n tweeën doet, want dan kan iemand met aandacht luisteren naar je. En dat kan zijn wat er is. Ja. Nou, ik denk, hoe mooi. Ja. Weet je? En ademhaling, hè? Haptonomie, zei je. Is het ook wel een beetje in deze maatschappij dat het allemaal een beetje vlug-vlug, hè? We hebben ook veel afleiding met mobiele telefoon. Ik merk het aan mezelf, dat ik soms gewoon zit te kijken en denk, ik heb helemaal geen idee waarom ik de hele tijd erop kijk. Dat juist ademhaling en teruggaan naar die basis, is dat ook wel iets wat in deze tijd juist extra belangrijk is? Ja, denk ik wel. Ik denk... Ik denk ademhalen is zoiets autonooms. Wat zal ik zeggen? Wat maakt dat we leven? Echt, ja, ja. En ook de naast de individuele coaching die ik doe, doe ik daar ook veel mee in mijn yoga en meditatielessen. Ik denk hoe... Er zit zoveel kracht in de ademhaling. Ja. En de ademhaling is ook zo verbonden met emoties. En ik denk juist die combinatie, daar kan je mee werken. Daar kan je gewoon ontzettend veel mee doen. Dwars door de dingen heen. En wat heeft het jou, hoe heeft het jou geholpen? Alle dingen die jij nu geeft. Was er iets bij jouzelf dat je dacht, bijvoorbeeld met de ademhaling, of dat het jou ook ergens in heeft geholpen? Ja, ik denk het is de adem en vooral het voelen. Ik denk door de haptonomie gaat heel erg over het voelen. Ja. En dat ik eigenlijk mijn gevoelsvermogen steeds verder heb uitgebreid. Ja. Want waar ik last had aanvankelijk van wat er gebeurde in mijn lichaam, heb ik geleerd om daarmee om te gaan. Ik ben mijn eigen praktijk gestart, maar na een jaar of drie merkte ik dat heel veel in mijn eigen lijf ging haken. En steeds meer omdat ik meer aan het werk ging. Ja. Ik kon niet zo goed in mijn eigen centrum blijven. Mijn energie was niet top meer aan het einde van de dag. En toen ben ik meditatieve healing gaan doen. Ja. Ik dacht, er moet een manier zijn dat je niet met werk hoeft te stoppen, maar dat je eigenlijk van dat wat... misschien lastig is dat ik mijn krachten van kan maken. Ja. En door in een staat, ik zeg eigenlijk een soort diepe meditatieve staat te zijn waarin alles één is. Daarin kunnen dingen oplossen in je lijf. Je kan het voelen, maar het kan door je heen gaan. Ja. En dat vind ik, dat is voor mij heel erg thuiskomen. Dat je zo kan werken. En mijn lichaam is als een soort spiegel waarin je dingen kan voelen. En waarbij op dat moment bij degene die dan bij me is blokkades kunnen gaan oplossen. Ja. En zowel fysiek, mentaal, een beetje emotioneel. Op allerlei niveaus werkt dat zo. Daar ben ik ook echt dankbaar. Want ik kan heel erg voelen als ik iets kan toevoegen aan het leven van een ander. Dat verrijkt het leven van een ander, maar ook je eigen leven. En ik merk dan, en dan geloof ik ook echt, daar wordt de wereld gewoon een stuk mooier van. Mooi. Ja, als we dat samen kunnen doen, onze talenten kunnen neerzetten. En, heel mooi. Maar krijg je ook mensen hier die het wel spannend vinden? Want het is altijd nog, om meditatie merk ik zelf ook, best nog wel een taboe. Of mensen vinden het wel moeilijk om echt te gaan zitten. Merk jij in je werk ook mensen die daar wat weerstand voor hebben? En hoe ga je daar dan mee om? Ja, weet je, mensen komen met hele verschillende vragen. Ja. Nu noem ik meer de variant van mensen die misschien waar het leven best goed van gaat. En die op die manier een stap willen zetten. Ja. Ja, misschien ook een eigen praktijk of bedrijf willen beginnen. Maar dan komen hier ook mensen met een hele andere hulpvraag. Een burn-out of ze hebben heel veel spanning of relatieproblemen. En eigenlijk de vraag om dichter bij zichzelf te komen. En dan is het maatwerk. Ja, er zijn mensen die echt niet gelijk op die bank liggen. Soms een stap te ver.
En soms liggen ze er nooit en soms liggen ze er gelijk. Ja, dus ik kijk dan voor al mijn tools, dus meer de haptonomie, meer de coaching, meer de counseling. En sommige mensen hebben gewoon fysiek heel veel klachten en vinden het heel fijn om een healing te ontvangen. Waardevol werk. Dan. Heel waardevol. Ja. Ik prijs mezelf heel gelukkig dat ik dit werk mag doen. Dan denk ik, oh wauw, weet je, dit is ik zeg zo mooi werk. Hè? Een ander ondersteunen om stappen te zetten. Ja. En steeds ook mijn eigen stap. Hè? Want ik denk, door zelf te groeien, dat is waardoor ik andere mensen kan ondersteunen om ook te groeien. Ja. Dus ik heb echt mijn eigen pad te gaan. Anders dan... Mooi. Wat ik ga doen, zie je bij jou, bij je enkels, zeg maar, hè, bij je onderbenen zitten. Ik ga me eigenlijk afstemmen op jou. Op jou helemaal. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel. En dan in een diepe meditatieve staat waarbij alles één is. Hè, waardoor, ik zeg wel eens, eigenlijk het enige wat ik weet is wat ik voel dan op dat moment. En soms komen daar beelden bij. En wat ik probeer is om zo zuiver mogelijk het eigen terug te koppelen. Wat ik voel is dat best stroomt. Laat ik daarmee beginnen. Ik heb geen hele gekke dingen die zo opvallen in mijn systeem. Nou, mijn aandacht zit vooral vrij bovenin. En ook bij mijn ogen op de een of andere manier zijn mijn ogen heel duidelijk aanwezig. En ik denk dat je heel goed details ziet op de een of andere manier. Hè? Dat je heel... scherp de dingen kan zien. Maar het lijkt ook alsof het veel is wat er binnenkomt. Het is wel een interpretatie, maar zo voelt het. Hè? Alsof mijn ogen ook hard werken daarin. Ik vind het heel spannend om dit voor de camera te zeggen. Maar als ik een beeld voor mij zie, dan zie ik heel veel licht en heel veel ruimte. Maar ik weet natuurlijk niet wat jouw plannen zijn. Maar alsof je een soort nieuwe weg inslaat. Zo ziet het voor mij eruit. Hè? Alsof je... het is heel veel licht en er is heel veel ruimte om helemaal te gaan. Maar ook alsof het nog niet helemaal 100% helder is. Hè? Hoe dat dan precies eruit zal zien. Maar, Wat ik ook merk is dat mijn kaken soms op elkaar willen blijven. Hè? Eigenlijk heb ik wel iets te zeggen, maar dan is mijn eigenlijk dat ik het toch wegslik op de een of andere manier. Want het is voor wat je ziet en voor wat je binnenkrijgt, maar dat je daar niet elke keer misschien ook wel geluid aan kunt geven. Heb je nieuwe plannen of heb je nieuwe wegen die je in wilt slaan? Ja, nou ja, wel op spiritueel gebied en werkgebied. En, ja. Het is ook heel licht, heel, ja. Heel, heel veel wit. Ja, ik voel ook sinds een paar weken een enorme vrijheid. Wat ik heel lang niet heb gehad. Zoveel ruimte, want als ik achter mij voel, dan ziet het echt anders uit dan voor mij. Het voelt alsof er veel, ik doe even in kleuren, weet je, er zit veel meer kleur in, maar ook veel meer beweging, veel meer, ik zou bijna zeggen, een soort turbulentie of zo, hè, wat ik dan, veel meer druk ervaar ik daar. Ja. En als ik voor me kijk, denk ik, oh, wauw, weet je, wat een ruimte, wat een ruimte, ja. Volgende week ga ik op bezoek bij Arnold Kolenbrander. Hij is holistisch masseur en ik kijk of hij inzichten voor mij heeft die ik kan gebruiken bij mijn zoektocht. Omdat ik zelf heb ontdekt dat toch de meeste wijsheid vanuit je hart komt. En dat als je vanuit je hart leert te leven, dat eigenlijk het leven wat bij jou past zich dan veel meer aandient dan als je alleen maar vanuit je hoofd gaat leven.